Frietjes maken. Daar zijn we als Belg heel goed in. In grote fabrieken wordt er per uur soms wel 25 ton aardappelen verwerkt tot frietjes. Dat gebeurt aan een ongelooflijke snelheid, waarbij we nog steeds willen dat elk frietje apart er prachtig uitziet. Als je thuis aardappelen schilt, heb je dit misschien al eens gezien. Op het eerste zicht ziet de aardappel er prima uit, maar eens je hem schilt, komen zwarte vlekken tevoorschijn. Het is heel moeilijk voor een mens om deze plekken onder de schil te zien. En ook gewone camera's kunnen die niet zo goed detecteren. Maar als we frietjes maken van deze aardappel, dan zullen de frietjes ook zwarte vlekken hebben. In ons labo slaagden we erin om deze zwarte vlekken wel te detecteren door gebruik te maken van hyperspectrale camera's. In plaats van de drie kleuren die we als mens kunnen zien, rood, groen, blauw, kunnen we met hyperspectrale sensoren tot enkele honderden verschillende kleuren, oftewel golflengtes, waarnemen. En door hiermee ook naar het infraroodlicht te kijken, kunnen we deze zwarte plekken onder de schil wel waarnemen. Dankzij onze speciale camera's maken we het onzichtbare dus zichtbaar. Niet echt. Het is niet eenvoudig om de overgang van labo naar industrie te maken. De sensoren die we gebruiken zijn vrij gevoelig. Dus gebruik je een andere belichting, heeft de aardappel een andere vorm, of wil je plots van een andere aardappelsoort frietjes maken, dan kan het zijn dat het systeem, helaas, niet meer werkt. Samen met mijn collega's probeer ik daarom tijdens mijn onderzoek om de overgang van labo naar industrie te vergemakkelijken. Door op een slimme manier data te verzamelen en artificiële intelligentie te gebruiken, hopen we ook op grotere schaal de zwarte plekken onder de schil te kunnen detecteren. Zo kunnen we de geblutste aardappelen eruit sorteren en de mooiste houden om frietjes te maken. De aardappelen met zwarte vlekken, die gebruiken we dan om puree van te maken of we verwerken ze in dierenvoeding. Op termijn hopen we dat deze technologie ook bruikbaar is voor andere groenten en fruit, zoals appels of wortelen. Op die manier helpen onze hyperspectrale camera's om voedselverspilling tegen te gaan en kunnen wij lekkere frietjes blijven eten.